We zullen een CPO, dan wel een congres moeten houden om het werk uiteen te zetten, zodat wij in alle rust kunnen kijken wat er gaat gebeuren na 200 dagen. 200 dagen staan daar gevoegd. Wat er zich nu afspeelt, allerlei tralala, daar was ik mijn handen voor in onschuld. Wat wij zien is dat mensen rigoureus van hun post worden weggehaald. Wat wij zien, dat mensen hun rechten met de voeten betreden worden. Wanneer wij ruim een jaar, meneer Kromosuto, vragen ons de gelegenheid te geven om twee accountants op zijn bureau, op zijn kantoor, om alles uit te spitten om dat over te dragen aan de PG. En mijn bijkans een jaar het een rapport is dat niet waardig is om doorgestuurd te worden en ik hem weer hersteld, wordt hij weer opgepakt. En mijn broertje, zeggen waarom natuurlijk. Dan krijg je wilde zinnen, onduidelijke zaken als deelnemer criminele organisaties. Maar als de PG wil, kan ik hem direct twee zaken geven waarbij u geen accountant hoeft te zijn, geen registeraccountant. U hoeft geen geweldige financiële deskundige te zijn. Maar wanneer drie directeuren hebben aangegeven, wij hebben meegedaan aan de fraude, ze hebben aangegeven. Deze banken, de grote banken zoals we ze noemen, wilden niet met hun zitten wanneer ik hun uitnodigde. Wilden niet met hun zitten omdat zij zeggen, deze mensen zijn gecorrumpeerd. Ze hebben meegedaan aan fraude waarbij de leiding ontslag neemt omdat ze erkent dat ze het gedaan heeft. Maar deze mensen lopen op vrije voeten en de directeur van SPSB, een van de financiële instellingen die onder alle omstandigheden altijd kan worden gebeld. We zitten in een probleem en de uitkomst was altijd positief. Want tangano masra do tap dape. Mi etakik ba mana accountant. Mi ano sal register accountant, mano econoom. Mano monetaire deskundige. Mama bip zien ze verstaan. Wampis grof voor 6 miljoen. Blauw meer. Swampu. Nangap zien ze hee doti. 6 miljoen. Faakang. Adoro 10 miljoen. En faakang. Abai. Die 20 miljoen. Kijk, daar hoef je echt niet lang na te denken. Je hoeft echt niet, ik weet niet welke regisseur erop te zetten. 6 miljoen, 10 miljoen, 20 miljoen. En ik breng de banken in herinneringen. De huidige directeur van de Surinaamse Bank wilde niet tekenen. Dus het is een concrete zaak. Waarom wordt deze zaak niet onderzocht? Maar waarom zitten we te zoeken naar een Kromosuto? En aangezien je niks kunt vinden, ja, dan was hij in een criminele organisatie. Dit is een criminele organisatie. Thank you.